een dikke dag rijden zijn wij op de eerste bestemming aangekomen. En zoals je waarschijnlijk wel kunt zien, zijn we in het zuiden van Frankrijk en wel te verstaan, Monaco. We werden al gek van de luxe auto's die we hier tegenkwamen. En nu zien we ook gelijk alle bootjes al varen. Dus we gaan de auto's zo parkeren en gaan Frankrijk ontdekken. De auto heeft ons veilig hier naartoe gebracht. Het Cochot krijgt zo meteen een mooi plekje. Je mag dan even uitrusten. Vandaag met de Peugeot een dagje naar het strand. En godzijdank, we zijn echte Hollanders natuurlijk. Dus we nemen lekker de spulletjes mee. Gelukkig is de kofferbak groot genoeg om alle spullen in te doen. Dus we hebben het koelboxje mee, de handdoekjes mee, een karretje voor Mia om in te slapen als ze moe wordt. Dus wat dat betreft hebben we enorm veel geluk met deze kofferbak van de Peugeot 508. Nou, wij gaan lekker in de zon liggen bakken. En volgende keer houden we jullie weer op de hoogte. Doei doei! Zo, de eerste week vakantie zit erop. Wij gaan deze camping achter ons laten en op naar de volgende. De auto Peugeot heeft goed zijn best gedaan, dus hij krijgt een beetje liefde van ons. En een schone wasbeurt. En dan kunnen we weer op naar de tweede week. Doei!